Basic Fit. Go for it. Hey, ik ben Asfien en welkom bij een nieuwe podcast van Basic Fit. Via deze weg willen wij jou informeren, tips geven en natuurlijk ook motiveren. En dat doen we elke keer met een gast. En hallo, Kus, het is echt een hele grote gast vandaag. Want hij is 36 jaar, won goud op het WK baanwielrennen paracycling. Waar hij ook ineens het wereldrecord verbrak. Gewoon even. Hij maakt zich nu klaar voor de Paralympische Spelen van Tokio van 2021. Kortom, we gaan vandaag in gesprek met Ewout Vroman. Dag Ewout. Hallo, dag Nasreen. Dat is wel een intro, hè? Ja. Ik heb nog niet veel zo'n intro gehad. Ja, dat is wel mooi. Bij deze. Zeg ja. Ewout, voordat we de echte vraagjes gaan doen, heb ik een paar stellingen voor u. Gewoon ja. Om even jou beter te leren kennen. Ben je er klaar voor? Ja, dat is goed, zeg maar. Buiten trainen of binnen trainen? Buiten trainen. En waarom? Ik hou van het mooie weer, de rust, de natuur. En met de fiets buiten trainen is allee, mooier bestaan. Dat is wel waar. Hartige of zoete snack? Zoet, zeker en vast. En is dat dan ongezond? Een ongezonde zoete snack? Meestal wel. Hè. Als sporter mocht je toch niet te veel suikers en vetten eten. Ja, maar af en toe mag het wel, hè. Ja, dat is waar. Zwemmen of hardlopen? Zwemmen. Ja? Ja. Ik deed vroeger triathlon. Fietsen was mijn favoriet onderdeel, daarna zwemmen en dan pas hardlopen. Ja. En daarmee fietsen, ja, logisch natuurlijk. Dat doe ik natuurlijk. Weekends vol plannen of niks doen? Niks doen. En gaat dat met twee kindjes? Ja, er is altijd iets te doen, dat is het feit. Maar nu met de coronacrisis hebben we er eigenlijk van leren genieten van eigenlijk weinig andere activiteiten te hebben in het weekend. Ja. Zalig, hè? Dus ik heb echt wel meegevallen. Ja. Ja, ik had ook zo die tweede lockdown zoiets van, oh het is oké. Okay. Ik eerlijk gezegd ook. Ja. Ik zie er niet zo heel hard vanaf, samen met mijn gezin. Voilà, het is dat. Hè. Vanaf nu nog maar één wedstrijd mogen doen en goud winnen, of oneindig veel wedstrijden doen en alles verliezen? Oh jee. Maar zo maar één wedstrijd niet meer rijden, dat is wel een enge gedachte. Ja. Maar alles verliezen is even eng. Dus misschien dan toch maar dan nog die ene wedstrijd en goud winnen. Ja, oké. Maar laten we hopen dat dat niet het geval gaat zijn. Hè. Nog heel veel wedstrijden en heel veel goud. Trainen vlak voor of vlak na het eten? Maakt me niet zoveel uit. Ik doe het wel eens vlak voor het eten, ja. Ja. Concurrenten zien als vrienden of vijanden? Soms moet je wel een klein beetje zo een killersmentaliteit hebben, denk ik dan. Dan moet je ze wel een afmaken of te verslaan. Maar allee, ik kom heel goed overeen met mijn concurrenten eigenlijk. Oké, dan is het goed. Een wedstrijd in het buitenland of in ons thuisland? Toch thuisland, ja. Ja, oké. Okay. Ja. Waarom? Ja, omdat je dan ook bij familie bent misschien? Ja, ik ben zo toch een beetje een familiemens eigenlijk. Ja. Ja. Dus zo echt lang van huis zijn, dat vind ik niet zo leuk. Nee, dat ken ik. Ik ga ook heel graag naar het buitenland, maar ik kom ook wel heel graag terug. Ja, toch wel. Tegenwind of regen? Tegenwind dan. Ja. Verrast worden of iemand verrassen? Verrast worden. Ja, ik lees hier ook dat toen jij terugkwam van het WK in Canada, waar je dus goud gewonnen had, werd je verrast met een groot welkomstfeest. Ja, dat klopt. Ja, hier in mijn dorp, in Wouwbrechtigem. Ja. Mijn vrouw en de buren hadden dat op poten gezet, zonder dat ik het wist eigenlijk. Ja. En vond je dat leuk, nu dat je het zegt, eigenlijk niet zo. Het moment zelf heb ik er dan wel van genoten, maar toen... Toen het aan het gebeuren was, sloeg ik een klein beetje in paniek en raakte ik niet uit mijn woorden. Maar een beetje daarna ben ik van beginnen te genieten en ook achteraf. Okay. Dus ze mogen u verrassen, maar niet zo groot. Ja, misschien niet. Ja.
Zeg, Ewout, misschien goed om te vertellen. Je bent ernstig ziek geweest in 2012. Je had kanker in jouw rechterbeen en die is dan een jaar later geamputeerd. Nu, ondertussen zijn we wel al enkele jaren verder. En je hebt echt enorm veel bereikt. Maar hoe ver zie jij die amputatie nog als een handicap eigenlijk? Goh, amper nog. Ja, ik stap met een prothese, dus ik heb een beenamputatie. En met die prothese kan ik eigenlijk bijna alles doen wat ik daarvoor deed. Dus vooraf had ik er wel enorm veel schrik voor. Ja. Omdat ik dacht dat ik aan een rolstoel heen gekluisterd zijn enzovoort. Maar eigenlijk met een prothese kan ik bijna alles doen. En zelfs hier thuis beweeg ik mij gewoon voort in een rolstoel. Ik zit momenteel in een rolstoel eigenlijk. Ja. En dan kan ik eigenlijk ook hier alles doen. Mijn huis is er een klein beetje op aangepast. Ja. En soms ga ik ook wel eens de straat op met een rolstoel. En de straten enzovoort zijn er niet altijd op aangepast. Maar het lukt wel. Soms heb je wel hulp nodig. Maar, dus ik voel me eigenlijk helemaal niet gehandicapt. Nee, maar is het ook niet omdat je bent ook heel positief ingesteld, veronderstel ik. Ja, ze zeggen dat soms, ja. Bijvoorbeeld, wat dat voor mij veel geholpen heeft, is de periode in het revalidatiecentrum. Dus daar zit je met een hele hoop mensen samen, allemaal met een handicap, allemaal verschillende handicappen. En geleerd van elkaar. Ik heb daar letterlijk een discussie gehad met iemand die een armamputatie had, over wat dat nu het ergste was, een beenamputatie of een armamputatie. Ja. Dat is een klassieker, maar die discussie heb ik letterlijk gehad en dat was gewoon grappig eigenlijk. Ja, want dat zijn zo dingen dat je zo soms, wat dat wij soms op café doen en nu is dat heel schrijnend om te zeggen, is zo een been kwijt of een arm kwijt. Ja. Maar in uw situatie is dat dan in dat revalidatiecentrum, is dat wel gewoon de realiteit, hè? Ja, dat is de realiteit, maar wij lachen daar gewoon mee eigenlijk. Ja. Zitten wij grapjes te maken over elkaar? Of was de... Daar verandert je zelf veel van. En soms zeg ik dat iedereen eens een periode in een revalidatiecentrum zou moeten doormaken. Dus handicap of geen handicap, iedereen zou eens een week of langer eens even moeten daarvoor blijven. En je leert ook van alles te relativeren. Hè. Ik had dan een beenamputatie, maar er waren dan mensen met veel zwaardere handicappen die amper nog konden bewegen, maar toch nog het beste eruit halen eigenlijk. Ja, het is straf om te zien. Ik vind dat je een groot voorbeeld bent voor velen. Nu, het leek alsof alles zo perfect ging dit jaar. Het begon in januari, werd je wereldkampioen op de individuele achtervolging. Maar toen kwam dat ding genaamd corona. hoe hou je die motivatie toch vast om toch te gaan trainen en toch die conditie te behouden? Ja, maar ik vind het in de eerste plaats gewoon leuk om te gaan trainen. Dus zeker, we hebben eigenlijk een mooie zomer gehad. Al een half jaar, mooi weer. Allee, relatief mooi weer. Dus ik vind dat al gewoon leuk. Ik ga ervan uit dat vanaf 2021 de wedstrijden weer doorgaan. Hè. Dus ik ben me nu aan het voorbereiden op een WK in maart. En dan daarna komt Tokio. En dus die doelen houden mij dan wel gemotiveerd. Het zal wel spannend allemaal. Nu, je zei dat net al, die lockdowns, dat is iets dat je niet zo erg vond. Hè. Dus je hebt tijd kunnen doorbrengen met je familie. Maar wat mis je wel en wat mag blijven van jou? Zoals het nu is. Ik ga beginnen met wat er mag blijven eigenlijk. Mm-hmm. Ja, zoals iedereen hadden wij ook een heel druk leven. We hebben gezin, twee jonge kinderen, familie. Ja. Dus ook in het weekend waren we familie bezoeken. Er werden allerlei activiteiten gepland. Ja. Waar je dan wel van geniet, maar... Nu is toch gebleken dat we die gewoon niet allemaal nodig hebben eigenlijk om ook gewoon van het leven en elkaar te genieten. En wat was dan de andere vraag ook alweer? Wat dat je mist. Wat mis ik dan eigenlijk nog? Niks, hè? Nee, niks. Ja, ik ben een familiemens. En ik ben ook eerder wat een introvert type. Ja. Dus ik zoek het ook nooit echt op om bij veel mensen te zijn. Ja. Grote evenementen probeer ik sowieso al een klein beetje te vermijden. Ja. Dus
Dus voor mijn, iemand met mijn persoonlijkheid is een corona-lockdown eigenlijk helemaal niet zo erg, denk ik. Eigenlijk ideaal. Nee, ja, moest het te lang duren, dan zou het ook niet meer lukken. Maar nee, goed. Voilà. We hebben ook een paar vragen gekregen van sporters van Basic Fit. Nena, die zegt, ik kijk enorm op naar jou. Daarom ben ik nieuwsgierig, wie is jouw grote voorbeeld? Voor mij is het allemaal begonnen met iemand die ook een beenamputatie had. Dat is misschien niet zo gekend. Dat is Arnoud Matthijs, die al een competitieve paracycling deed vlak voor mij. En op het moment dat ik eigenlijk in het ziekenhuis lag, dus een paar dagen na de amputatie, is er een reportage geweest op televisie waarin dat hij de Mont Ventoux ging beklimmen. Dus op één been, met zijn mountainbike trouwens. Ja. En ik vond dat zo fascinerend. En toen is bij mij eigenlijk... de klik gekomen van dat wil ik ook. Ja. Dus dat is jouw grote voorbeeld. Ja, dat snap ik. Ja, eigenlijk wel. Ja, dat is nu niet zo'n bekend persoon, denk ik dan. Alhoewel dat hij wel fantastische dingen al gedaan heeft. Hij heeft ook de Crocodile Trophy. Ik denk dat hij in Australië is met een mountainbike. Heeft hij al gereden. Ook allemaal op één been. Hè. Dus, dus voor mij was dat wel fascinerend. Ja. Ja. Dat snap ik. Er is ook nog een vraag van Varens. Die zegt, jij bent vader en topsporter. Hoe is het om dat leven te combineren? De eerste jaren dat ik eigenlijk paracycling deed, moest ik het ook nog eens combineren met mijn werk. Ja. Dus dat waren dat drie dingen. Hè. Dus mijn gezin, mijn werk en de sport. En was er misschien wel een klein beetje te weinig tijd voor mijn kinderen en mijn gezin. Ja. Maar ik ben nu al een jaar... Heb ik een profcontract bij Sport Vlaanderen, waardoor ik meer tijd heb voor mijn sport, maar eigenlijk ook meer voor mijn gezin. Ja. Dus eigenlijk op dit moment loopt dat heel goed, die combinatie. En mijn kinderen beginnen ook al een klein beetje ouder te worden, waardoor ik soms al samen kan gaan fietsen met mijn kinderen eigenlijk. Oh, ja, dat is ook iets wat we de laatste weken gedaan hebben eigenlijk. Ja, mijn jongste... Mijn zoontje is 10 jaar, dus met hem kan ik echt al mooie ritjes gaan doen zo met de mountainbike. De jongste is 5 jaar en is een meisje. Die doet dat ook supergoed eigenlijk ondertussen op de fiets. En die gaat mee en we passen ons een klein beetje aan, ons tempo. Maar dat gaat goed, dat is leuk. Amai, ja, dat is wel leuk dat je zo je passie met je andere passie, je gezin kan combineren eigenlijk. Ja, zeker, zeker. Heel tof. Tony heeft ook nog een vraag. Je was altijd al erg sportief. Nadat je been is geamputeerd, moest je wel veel dingen opnieuw leren. Hoe was dat? Wat was jouw drijfveer om vervolgens zo goed te worden dat je nu professioneel sporter bent? Dus in 2013 is mijn been geamputeerd. Ja, eerst begint dat revalidatieproces. Hè. Dus dat is gewoon leren stappen met een prothese enzovoort. Dus dat is wel een lang proces. En ook, je moet terug je plaats wel zoeken in de maatschappij. Terug gaan werken. Maar dat duurt allemaal lang. Dus alles samen heeft dat 1,5 jaar geduurd tegen dat ik weer voltijds kon gaan werken. Ja. Tussendoor ben ik al een klein beetje beginnen sporten terug. Maar dat was nog allemaal heel recreatief en heel kleinschalig. Dus het is pas, denk ik, misschien na twee jaar na mijn amputatie, dat ik dan wat intensiever ben gaan sporten. En dan is het ook weer stap voor stap. Hè. Dus mijn eerste ritjes met de fiets, dat was 5 kilometer maximum, want ik kon gewoon niet meer. Dus ik fiets op één been en... Je gebruikt toch bepaalde spieren blijkbaar die je niet gewoon bent. Inbeelden, 5 kilometer was het maximum. En dan ben ik dat langzaamaan beginnen opbouwen. En, 10, 20, 40, 50 enzovoort. En dan is een eerste competitiewedstrijd. Kijken hoe het gaat. Meer tijd in beginnen spenderen. Beginnen samenwerken met een trainer enzovoort. En het is eigenlijk een gasproces geweest. Oh, leuk. Oh, ik vind dat heel fijn om te horen. Ik denk dat er heel veel mensen naar je opkijken en terecht ook. We gaan al moeten afsluiten met de laatste vraag van Chiara. Hey Ewout, ik ben nieuwsgierig hoe jouw trainingen eruit zien. Hoe bereid jij je voor op bijvoorbeeld de Paralympics? Ik combineer wegwielrennen met
baanwielrennen. Mm. Dus wij gaan twee keer in de week op de piste in de Blaarmeers in Gent gaan trainen. Dus dan met de nationale ploeg. En daarnaast ga ik op de weg gaan trainen. Ik heb een trainingsprogramma dan van mijn trainer. Ik doe ook nog twee krachttrainingen in de week in de fitness. Ja. En ik ga ook wekelijks naar de kinesist voor stabilisatieoefeningen enzovoort. Ja. Dus en eigenlijk elke week zie mijn... Het ziet er zo'n beetje hetzelfde uit. Ja. Maar heb jij soms dan niks van... geen zin. Weinig, eigenlijk heel weinig. Ja. Ik vind het echt nog gewoon leuk. En die afwisseling baanwielrennen en wegwielrennen... zorgt dat er wat minder verveling kan optreden. Want ik kan me voorstellen, renners die enkel op de weg gaan trainen... dat die soms wel iets hebben van, ik ben nu echt wel beu. Maar ik heb gewoon die afwisseling ook met de piste. En dat maakt het voor mij wel leuk. Super. Ik zou echt nog uren met je kunnen doorbabbelen eigenlijk. Als we terug op café mogen, ga ik toch eens bellen. Zeg. Dat is goed. Nu ga ik wel langer babbelen. Dat is geen enkel probleem. Ewout, zullen we nog afsluiten met motiverende woorden voor onze Basic Fit members? Zo, hoe kunnen ze motivatie vinden om te blijven sporten in deze rare tijden? Wat ik leuk vond, was van eens iets anders te gaan doen. Allee, dus ik ben beginnen mountainbiken, maar nu heb ik mij ook ingeschreven voor een golfcursus. Cool. Dus misschien is dat een tip van gewoon eens iets anders te proberen. Ik weet het niet. Oké, goede tip. Echt heel goede tip. Ewout, tot de volgende. En stay safe and healthy. En volgend jaar met goud thuiskomen. Hè. Ja, dat is goed. Dat zal ik doen. Salut. Okay. Salut.